Goedenavond allemaal. Heel hartelijk welkom bij Spij 25. Geweldig dat jullie ondanks de regen in echt grote getalen zijn gekomen. Voor een avond over Johan Huizinga, over zijn historische wereld. Ook een hartelijk welkom aan de mensen thuis die onze livestream volgen. De aanleiding van deze avond is een heel mooi nieuw boek. Deze hier, The Works and Times of Johan Huizinga, Writing History in the Age of Collapse. Een boek van de cultuurhistoricus Thor Rieden, hier aanwezig, zoals jullie waarschijnlijk al dachten. En dit boek is onlangs uitgebracht bij Amsterdam University Press en is een bewerking van Thor's proefschrift. Ik ben Jetske Brouwer en zal deze avond modereren. Te beginnen even over dit onderwerp. Ik kan me zo voorstellen dat velen van jullie wel bekend zijn met Huizinga. Misschien wel heel gedetailleerd met al zijn werk. Misschien meer als Huizinga een soort persona. Zelf heb ik 11 jaar geleden een studie geschiedenis begonnen en kreeg ik toen een beduimeld exemplaar van Herfsttijder middeleeuwen van mijn grootmoeder, die dat in de jaren 40, denk ik, had bestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Om maar te zeggen dat als je iets hebt met Nederlandse geschiedenis, of misschien wel geschiedenis in het algemeen, kun je niet om Huizinga heen. Dat wil zeggen natuurlijk dat er veel beelden over zo'n historicus ontstaan, veel perspectieven. En in zijn boek stelt Thor daar misschien wel een afwijkend of ander beeld tegenover, ander beeld dan wat bekendere beelden die er over Huizinga bestaan, als een heel erudite historicus, maar wellicht ook een iets wat wereldvreemd teruggetrokken iemand ten aanzien van de tijd waarin hij leefde. Wat een tijd was van grote turbulentie, transformatie en verandering. Waarover later meer door onze sprekers. Om te beginnen natuurlijk Thor zelf. In de titel lezen we The Works and Times of Johan Huizinga. En over die times komt Thor straks te spreken. Dus hij gaat ons vooral vertellen in welke tijd Huizinga leefde, opereerde, werkte en hoe we hem op die manier kunnen begrijpen. Maar we hebben dus ook die works van Huizinga. En daarvoor hebben we een tweede historicus present. Dat is Anton van der Lem. En ook hij zal spreken, hij zal een voordracht geven over Huizinga. Als ik het goed zeg, heeft Thor geprobeerd een geschiedenis, of misschien zelfs een biografie, van de ervaring te schrijven. En dat is een specifieke historiografische benadering. En ervaringen zijn natuurlijk niet louter cognitief. En daarom is het wel zo passend dat we vanavond niet alleen maar gaan luisteren naar historici, maar we gaan ook luisteren naar muziek. En dat is muziek van Lieke Meijer en Toko Tsuchiya. En zij gaan 3 liederen uit de jaren 20 ten gehoor brengen, om eigenlijk dus op een andere manier ook die ervaring van die tijd invoelbaar te maken, hopelijk. Nou, we gaan heel vlug beginnen, maar ik ga nog even iets zeggen over de sprekers in iets meer detail. Om te beginnen dus Thor Rieden. Hij is de auteur van dit mooie boek en momenteel werkzaam als docent cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceert daarnaast en recenseert voor verschillende tijdschriften en kranten. NRC, De Groene onder meer. En hij studeerde in Amsterdam, Cambridge, Leuven en Uppsala. Dan onze tweede gastspreker, de historicus Anton van der Lem, Huizinga-kenner, voormalig conservator bij de Universiteitsbibliotheek van Leiden. En hij heeft vele studies over Huizinga weten te bezorgen. Herfsttij allicht, maar ook Mijn weg tot de historie en Gebeden. Hij bezorgde ook leven en werk, of hij schreef leven en werk van Jan Vet. En heeft ook geholpen bij de Engelse vertaling van Herfsttij. Te heten Autumn Tide of the Middle Ages. En heel binnenkort, aankomende september, komt er een nieuwe geïllustreerde editie die hij heeft bezorgd van Homo Ludens. Dus we hebben nog iets om ons op te verheugen. Dan onze muzici, om te beginnen Toko Tsuchiya. Zij heeft een bachelor piano afgerond aan het Tokyo College of Music. Alwaar zij de pianiste Clara Wurtz ontmoette, die haar wist te inspireren naar Nederland te komen om haar opleiding te vervolgen. Dat deed zij met veel succes. In juni heeft ze haar master piano afgerond.
En momenteel is ze concertpianist en heeft ze ook een eigen lespraktijk. En dan tenslotte, last but not least, Lieke Meijer. Zij is een Nederlandse sopraan. Studeerde hier aan de UvA ook Scandinavische talen en letteren. Talen en culturen, excuus. En taalkunde. En in die tijd was ze ook al heel actief, muzikaal gezien. Want ze volgde allerlei zanglessen en was te horen. In het VU Kamerkoor, in het Nederlands Studentenkamerkoor. En momenteel heeft ze zangles bij Kirila Krauw en Anna Traup. En is ze ook te horen. Onlangs nog bij het talententraject Meesters en Gezellen. En met haar eigen vocale octet, het Bes Klein Ensemble. Dit was flink wat informatie. Laat het vooral nu bezinken, want we gaan nu even luisteren naar ons eerste lied. Dus ik zou graag Lieke en Toko uitnodigen om naar het podium te komen. En na dit eerste lied gaat Thor direct verder met zijn vertelling over Johan. En dit eerste lied is van de Duitse componist, muzikus en criticus Margarethe Schweikert. Het heet Wolke 1 uit de Wolkenlieder van 1923. Graag een warm applaus voor onze muzici. Allereerst ontzettend bedankt dat jullie er allemaal zijn. Ik vind het heel bijzonder om een paar hele bekende, maar ook een heleboel onbekende gezichten zo bij elkaar te zien. Een volle zaal. Toen het vanochtend opeens zo mooi weer was, dacht ik van, oh jee, straks zal niemand komen. Gaat iedereen op het terras zitten. Maar gelukkig ging het regenen en bent u hier. Jetske die noemde al dat je in een aantal kringen in Nederland niet om Huizinga heen kan. Bijvoorbeeld als je geschiedenis studeert. Dan word je helemaal doodgegooid met Huizinga in je opleiding. Ook in de opleiding waar ik zelf lesgeef in Utrecht. Dan moet ze ook Huizinga lezen. Maar ik kan me ook heel erg goed voorstellen dat een heleboel van jullie misschien nog nooit over Huizinga hebben gehoord. Daar kan ik me eigenlijk heel erg veel bij voorstellen. En daarom lijkt het me toch goed om iets meer te zeggen over wie deze persoon eigenlijk was. Want stel wij hadden hier 100 jaar geleden gestaan in deze ruimte. Met een publiek van dit soort, dan had iedereen Huizinga gekend. Sterker nog, het overgrote deel van u had misschien 1, 2, 3, misschien wel 4 boeken van Huizinga gelezen. En hoogstwaarschijnlijk had ook een heel flink deel van jullie wel eens een lezing van hem bijgewoond. Want Huizinga was de allerbekendste historicus van Nederland.
En eigenlijk niet alleen van Nederland, maar van Europa. Het was een maatschappij-kritische historicus die een heleboel schreef. En wiens werk altijd gretig aftrek vond, ook ver buiten Nederland. Hij was echt een van de allerbelangrijkste stemmen in het publieke debat in Europa. En wat Huizinga deed in die rol als maatschappij-kritische historicus is eigenlijk best vergelijkbaar met wat historici vandaag de dag doen, namelijk een heleboel boeken schrijven. En Huizinga die schreef over allerlei onderwerpen, een paar hele grote onderwerpen. Hij schreef over de late middeleeuwen en over de reformatie en over de opkomst van de moderniteit, allemaal grote thema's. Maar hij had het ook soms over kleinere thema's, bijvoorbeeld over de geschiedenis van het woord ontwikkeling of de geschiedenis van de kus. Of de geschiedenis van de omhelzing. En met die boeken over allerlei uiteenlopende thema's droeg hij steeds weer bij aan een herziening van verschillende periodes uit de Europese geschiedenis. En tot op de dag van vandaag, zonder zijn rol helemaal op te blazen, maar tot op de dag van vandaag zijn de verhalen die wij vandaag vertellen over ons continent, over de geschiedenis van ons continent, zijn die vervlochten met de zienswijze die Huizinga begon te propageren in de jaren 10, 20 en 30. De manier waarop wij het verhaal vertellen van Europa en het verhaal vertellen van Nederland is onlosmakelijk verbonden met zijn werk. Nou, stel Huizinga had het daarbij gelaten, dan was het al een hele interessante historicus geweest om te bestuderen. En waarschijnlijk had ik dan ook met ontzettend veel plezier een boek over hem geschreven. Maar Huizinga deed ook iets anders. En dat andere interesseert me, mij persoonlijk tenminste, misschien wel nog meer dan die herziening van die historische periodes waar ik net over had. Want Huizinga stond niet alleen maar voor een herziening van die voornoemde periodes, dus late middeleeuwen en reformatie en weet ik wat allemaal. Maar hij stond ook voor een herziening van het woord geschiedenis. Het woord geschiedenis heeft namelijk zelf ook een geschiedenis. Het woord geschiedenis heeft niet altijd hetzelfde betekend. Een aantal keren in de Europese cultuurgeschiedenis is dat woord van betekenis veranderd. En gedurende Huizinga's tijdsgevricht is dat ook een keer gebeurd. U zag misschien bij Jetske's slides even de jaartallen. Geboren 1872, gestorven 1945. Nou, in dat tijdsgevricht is het woord geschiedenis eens van betekenis veranderd. En Huizinga was betrokken bij die herziening van dat woord. En daarmee wil ik niet impliceren dat Huizinga geniepig achter een soort rookgordijn aan de knoppen draaide en de betekenis van het woord veranderde. Maar hij hoorde wel bij een groep academici die echt een semantische verschuiving van dat woord teweegbracht. En dat vind ik interessant. Want dat woord geschiedenis gebruiken we vandaag op allerlei manieren om bijvoorbeeld onze politieke beslissingen te legitimeren of onze rol in de samenleving te legitimeren of te begrijpen. We gebruiken dat woord continu. En door te zien dat dat woord geschiedenis verandert en de rol die Huizinga daarin heeft gespeeld, of in ieder geval heeft gesymboliseerd, dat interesseerde mij. En zelfs na 6 jaar, want zo lang ben ik dan bezig geweest met dit, interesseert me dat nog steeds echt mateloos, geloof het of niet. Goed. In dit boek schrijf ik over Johan Huizinga. Maar wat ik probeer te laten zien is dat wanneer Huizinga zijn geschiedenis schreef, wanneer hij opnieuw die verschillende periodes gestalte gaf en zelfs het woord geschiedenis opnieuw gestalte gaf, wanneer hij dat deed, deed hij dat niet als een soort van slimmigheidje. Het was niet dat hij ontzettend veel archiefwerk deed en dan achter zijn bureau ging zitten en dan heel erg diep ging nadenken en dan een nieuw argument fabriceerde. Nou, hij deed dat natuurlijk ook. Hij werkte ontzettend hard en hij was ontzettend slim. Maar toen hij schreef over het verleden en over de betekenis van het woord geschiedenis, schreef niet alleen Huizinga. Want wat ook meeschreef was een enorme ervaring van verlies. Een ervaring die niet alleen Huizinga had, maar allerlei mensen in zijn generatie. En de manier waarop Huizinga over het verleden schreef is ondenkbaar zonder, zeg, de Eerste Wereldoorlog. En daarmee is bijvoorbeeld de middeleeuwen van Johan Huizinga de middeleeuwen van de Eerste Wereldoorlog. In die middeleeuwen van hem hoor je het kanongebulder in Vlaanderen. Bijna letterlijk, maar net niet helemaal.
Wat ik wil doen de komende 10 minuten is eigenlijk niet zoveel zeggen over Huizinga. Later kom ik nog een keer op het podium en dan gaan we wat meer over Huizinga hebben. En Anton gaat het natuurlijk over Huizinga hebben. Maar de komende 10 minuten wil ik eigenlijk een beetje uitzoomen. En het hebben over die ervaring van verlies die zo wijd verspreid was onder Huizinga's generatie. En nou, dat gaan we op een aantal manieren doen. Maar ik wil dat om te beginnen doen aan de hand van een college dat Huizinga gaf. Dit, en nog even niet lezen als je uw ogen kunt bedwingen. Gaan we even terug. Dit is het college waarmee hij het eerste academische jaar na de Eerste Wereldoorlog opende. Het wil zeggen, dit is de eerste keer dat hij zijn studenten tegemoet treedt na de oorlog. Dus beeld u even in, u bent net komen studeren, u bent naar Leiden verhuisd. U wou college hebben van de professor Algemene Geschiedenis Johan Huizinga, die beroemde meneer. En die beroemde meneer die neemt het podium en die treedt u tegemoet en hij zegt dit. Ik weet niet of gij het gevoel hebt college over geschiedenis te behoeven. Maar ik heb ze nodig om mij vast te houden aan geschiedenis. Want lang heb ik gevoeld alsof de geschiedenis mij ontzonk. Vertwijfeling. Hoe moet ik verder geschiedenis onderwijzen? Ik begrijp het niet meer. En het kan me niet meer schelen. Het gevolg van de oorlog? In het begin ook dat gevoel. Al dat oude heeft zijn belangrijkheid verloren. En nu? En daarmee opent hij dat academische jaar. En dat weten we omdat de aantekeningen die hij maakte ter voorbereiding van zijn colleges in Leiden in het archief liggen. En nou, het is heel klein, maar goed, deze zinnen vindt u daar terug. En hier zien we al hoe die oorlog een catastrofaal gevolg heeft voor het vertrouwen dat mensen hebben in hun eigen kennis. En kon dat verleden waar we zoveel over hadden geleerd nog wel een wegwijzer zijn in de toekomst? Nou, Huizinga dacht van niet. En dat hij die ervaring had, kwam niet alleen door de oorlog. Zoals gezegd, geboren 1872. Dus wanneer de oorlog uitbrak, was hij al echt een volwassen academicus. Maar al voor de oorlog had de generatie van Huizinga de ervaring dat de wereld die zij kende aan het verdwijnen was. Ver voor de oorlog zelfs. En dat komt omdat allerlei veranderingen, ook in Nederland, met een enorme rotvaart door het land trekken. En een eerste verandering is dat we in Nederland opeens allemaal nieuwe ruimtes hebben. In een hele letterlijke zin. Ik bedoel dit niet in een soort van poëtische zin. In een hele letterlijke zin hebben we allemaal nieuwe ruimtes. Nou, ik heb deze afbeeldingen gekozen omdat we daar de gracht in kwestie zien. De Nieuwe Zuids Voorburgwal. Dat was een gracht en aan dat gracht stond het paleis. Die werd gedempt. En nou, dat bood allerlei kansen. We konden een riolering aanleggen. Niet alleen daar, maar door de hele stad. En dit had te maken met de industrialisatie die in allerlei Nederlandse steden, Europese steden, gaande was. De stad moest van vorm veranderen om efficiënt te zijn, logistiek efficiënt te zijn voor een industriële wereld. De stad veranderde van vorm, daar kom ik zo meteen op terug. Dus dat is één manier waarop nieuwe ruimtes gecreëerd werden. Maar er waren ook nieuwe sociale ruimtes. Er ontstaat een nieuw soort nachtleven. En hier zien we een heel klein stukje, ik heb flink gesneden, maar een heel klein stukje van een schilderij van Jan Sluiter. Die dat nachtleven intrekt en die dat nieuwe moderne nachtleven schildert. En een ander soort nieuwe ruimte is een ruimte die vooral vrouwen voor het eerst kunnen betrekken. Met die industrialisatie ontstaan allerlei nieuwe soorten banen. Ontstaan allerlei nieuwe soorten opleidingsmogelijkheden voor vrouwen. En vrouwen komen in haar vaten van de delen van de samenleving waar ze heel lange tijd uit geweerd zijn. En hier zien we Aletta Jacobs, voorvechter van vrouwenrechten en de eerste Nederlandse arts. En zij was daar instrumenteel in. En voor veel mannen was het een enorme schok. En voor veel vrouwen was dat uiteraard een hele spannende tijd. Maar mannen die reageerden daar vaak heel conservatief op. Dat is een ander voorbeeld van nieuwe ruimtes die ontstaan. En weer het laatste voorbeeld dat ik even wil noemen is het commerciële voorbeeld. Er ontstaan commerciële ruimtes die niet op diezelfde manier hadden bestaan ervoor.
Hier zien we het Heersgebouw. Ook omdat we vandaag in Amsterdam zijn, heb ik een Amsterdams voorbeeld uitgekozen. Het Heersgebouw aan het Leidseplein. Het eerste grote warenhuis, niet alleen van Amsterdam, maar van Nederland. En in dat warenhuis kon je allerlei producten vinden uit de hele wereld. Het was alsof de hele wereld samenkwam in dat Heersgebouw. En ook dat is een nieuwe manier, een nieuwe ruimte die ontstaat. Een ruimte, een commerciële ruimte waar de wereld en het wereldlijke tentoon wordt gesteld. Nou, tot zover de nieuwe ruimtes. Er ontstaan ook allerlei nieuwe vormen. En ook dit bedoel ik niet in een soort poëtische zin, maar in een hele letterlijke zin. Die nieuwe ruimtes vullen we met allemaal nieuwe vormen. En nu zal ik wat sneller door de afbeelding gaan. We zien hier Mercatorplein en Mercatorpleinbuurt. Dat je dit soort buurten bouwt met dit soort vormen en dit soort rechte straten, waardoor je misschien wel letterlijk kilometers ver kan kijken. Dat was een nieuwe manier van de stedelijke omgeving ruimte geven. En die nieuwe ruimtes waar we het hadden, die kregen nieuwe vormen. En nieuwe vormen waren ook te vinden in alle musea die we plots gingen bouwen. Want musea zijn ook een redelijk recente uitvinding. En in die musea, daar zien we de vormen van Torop en Breitner en Mondriaan. En nog vele andere kunstenaars, die ga ik hier niet noemen. En tenslotte, wou ik ook toch graag de Amsterdamse school noemen en het gebouw van de Klerk. Ook weer zo'n nieuwe vorm in het stadsgezicht. Dat je dit soort woningen gaat bouwen voor de arbeider was ondenkbaar, in een vrij letterlijke zin. Nou, in die nieuwe ruimtes en te midden van die nieuwe vormen hebben we ook allemaal nieuwe geluiden. We hebben dus dat nieuwe nachtleven, wat ik al noemde. Ik ga even die muis verplaatsen. Zo. We zien hier een hele jonge Louis Armstrong die stad en land in Europa rondreisde en daar in dat nieuwe nachtleven de muziek de wereld in blies. We hebben Marlene Dietrich hier. En we hebben hier een schilderij van Paul Gabriel die schildert hoe opeens die hele zware, dikke, zwarte, metalen slangen door het Nederlandse landschap razen. En niet alleen dit soort geluiden ontstaan, maar ook de geluiden van een nieuwe massapolitiek die in Nederland ontstaat. We prijzen onszelf in Nederland gelukkig met een redelijk lange geschiedenis aan allerlei democratische instituten, maar in de meest concrete zin, wat het kiesrecht betreft, is onze democratie een jonge. En 100 jaar geleden, in 1917, hadden we algemeen kiesrecht voor mannen. 2 jaar later algemeen kiesrecht voor vrouwen. En toen we plots die omslag maakten naar het democratische, toen bracht die verandering een enorme angst teweeg, vooral onder allerlei elitaire groepen in de Nederlandse samenleving. Want wat ging de massa stemmen? Mensen hadden geen idee. Wat gebeurt er als opeens miljoenen mensen voor het eerst, zonder een Maurice de Hond, opeens iets mogen aanvinken? Wat gaat er dan in hemelsnaam gebeuren? Mensen hadden geen idee. En vooral de mensen in de bestuurlijke lagen van het land, die maakten zich ontzettend veel zorgen. Goed, daar ga ik het even bij houden. Oké, want al deze veranderingen, die werden ook uiteindelijk aan het begin van de jaren 20 verweven met weer iets anders. We hadden in Europa ontzettend lang, dat wil zeggen de lange 19e eeuw, veel vrede gekend. Meer vrede dan ooit. Maar aan die vrede kwam een abrupt eind in 1914. Aan de linkerzijde zien we maar een voorbeeld van de vernietigingen in Vlaanderen, in Ypres. Nederland, zouden we kunnen zeggen, nam niet deel aan die Eerste Wereldoorlog, toch? Dus wat voor angsten bestonden er in Nederland tijdens die oorlog? Nou, die angsten waren enorm. En hiervoor wil ik 1 anekdote aanhalen die op mij heel erg grote indruk heeft gemaakt. Namelijk een weerbericht van het KNMI in 1917. Want het KNMI meet niet alleen maar luchtvochtigheid en temperatuur en dat soort zaken, maar KNMI meet ook hoeveel kabaal er wordt gemaakt in dit land. Ze meten hoeveel geluid, hoeveel lawaai er is. En dat deden ze toen ook. En in 1917 was het slagveld in Vlaanderen zo ongelooflijk lawaaierig
De kanonnen waren zo ongelooflijk hard aan het vuren dat het geluid te horen was tot in Utrecht. Dat hing over het land. Ik geloof dat 200 kilometer, 250 kilometer tussen dat front en Utrecht. Het is voor mij tenminste, misschien voor mij ondenkbaar. Stel je voor dat we, als we nu helemaal stil zouden, dat we het zouden horen. Nou goed, dat hing over het land. En ook al hadden we het niet gehoord, hadden we het wel gemerkt aan de 1 miljoen Belgische vluchtelingen die in 1914 hier op het Damrak uit het station komen rollen. Niet alleen hier op het Damrak, maar goed, de foto's hier op het Damrak. En we hadden het gemerkt aan de mobilisatie die in Nederland plaatsvond. En hier, dit vond ik zelf, het is en verdrietig en een beetje grappig, maar vooral verdrietig. Maar we zien hier een verzameling aan de Leidse geschiedenisprofessoren, want die moesten ook gemobiliseerd worden om het land te verdedigen. En we zien Huizinga hier. Huizinga is de vierde van links. Dus Huizinga die ondervindt ook die oorlog aan den lijve, ook al doet Nederland niet mee aan die oorlog. Maar die oorlog die leeft in Nederland. De mensen zijn ontzettend bang. Want de neutraliteit had België ook niet geholpen. Oké, goed. Met die oorlog verandert Europa ontzettend. We krijgen allemaal nieuwe landen. Het Ottomaanse Rijk verdwijnt. Oostenrijk-Hongarije. Het Russische Rijk. Het Duitse Rijk. En zit hier ook. Ah, kijk, ja. Dus hier krijgen we een hele rits aan nieuwe landen. Sommige daarvan hadden al een soort geschiedenis. Sommige waren echt ontzettend nieuw. En dan heb je net de situatie dat iemand, bijvoorbeeld zoals Huizinga, die geschiedenisprofessor is, opnieuw de kaart moet leren. En enerzijds kunnen we die nieuwe grenzen zien als hele ingewikkelde geopolitieke herkalibrering van Europa. En dat is het natuurlijk ook. Maar het naakte feit van opeens naar Europa kijken en de kaart niet verstaan maakt indruk op een mens en ook op Huizinga. Dus hier ontstaan allemaal nieuwe landen en goed, alle Baltische staten ontstaan hier. Finland ontstaat, dat is niet eens op de kaart, maar goed. Noorwegen was ook net onafhankelijk geworden, zei het voor de Eerste Wereldoorlog. En Ierland ook onafhankelijk vlak na de Eerste Wereldoorlog. Goed, dus al deze slides dienen ter illustratie van die enorme veranderingen die gaande zijn in Huizinga's tijdsgevricht en die ook spelen in Huizinga's leven. En niet alleen dat van hem, maar in zijn hele generatie en de anderen. Goed, tot slot wil ik afronden met citaat van Paul Valéry. En ik had een citaat kunnen kiezen van talloze andere historici met een dergelijke boodschap. En Paul Valéry, een Franse filosoof en een soort van historisch georiënteerde filosoof, die schreef het volgende net na de Eerste Wereldoorlog, toen al die veranderingen op de kaart plaatsvonden. En ik ga weer voorlezen en dan kan u met mij meelezen. Hij schreef: we hadden horen spreken over compleet verdwenen werelden. Over rijken die ten onder zijn gegaan met al hun mensen, met al hun machines. Elam, Nineveh, Babylon waren mooie, vage namen. Elam lag in wat nu Iran is, Nineveh in wat nu Syrië is en Babylon dat bekend in wat nu Irak is. Maar nu zien we dat de afgrond van de geschiedenis groot genoeg is voor iedereen. We voelen dat een beschaving even fragiel is als een leven. Nou, dit had net zo goed door Huizinga geschreven kunnen worden. En het punt dat ik in mijn boek wil maken is dat die ervaring ook aan het woord is in zijn boeken. Het is niet alleen maar een theoretische exercitie van Huizinga. Een aaneenrijging van observaties en ideeën uit zijn oorspronkelijke geest. We zien in zijn boek over Amerika de Eerste Wereldoorlog. We zien in zijn boek over de late middeleeuwen Vlaanderen. We zien in zijn boek over Erasmus allerlei veranderingen in de jaren 20. En we zien in zijn boek over de spelende mens de opkomst van het nationaal socialisme. En in die zin zie ik deze boeken niet zozeer als vensters op de historische periodes die Huizinga bestudeerde. Maar ik zie deze boeken als spiegels waarin zijn eigen tijd ook gereflecteerd werden. En dat is het punt dat ik in het boek probeer te maken. Goed, we gaan luisteren naar een muziekstuk dat ik niet aan ga kondigen, want ik ga snel van het podium af. En dan kom ik later weer terug.
Thor, is deze weer aan? Ja, dat was ontzettend boeiend en zo helder ook. Dankjewel. Het is ook nu te lezen eigenlijk wat ik wilde zeggen, dus ik ben ook snel weer, maak ik me uit de voeten. Maar we gaan luisteren naar een tweede muziekstuk van Lieke en Toko, waarna Anton van der Lem ook hier komt te spreken. En dit tweede stuk is dus, zoals u kunt lezen, van een Nederlandse componist, Rosie Wertheim, en heet Die Intro der Vergessenheit en komt uit 1922. Thank you.
Geachte dames en heren, allereerst heel hartelijk dank voor de vererende uitnodiging en hartelijke felicitaties aan Thor met de verschijning van zijn nieuwe boek. 2 keer heb ik mogen meelezen, 1 keer in de dissertatievorm en de 2e keer toen het werd omgewerkt door deze handelseditie. En uiteraard sta ik volkomen achter het boek, anders stond ik er niet. Maar dat wil niet zeggen en hoeft niet te zeggen dat ik het met alles eens ben. Daar gaan we het over hebben. Heeft hij nou de wereld wijd omhuizing gekarakteriseerd? Ik kom met, zeg maar, het leven van Huizinga zelf en zijn familiekring. Hier ziet u zijn echtgenote Mary Vincentia Huizinga Schorer en hun eerste dochtertje Elske Elisabeth. Het was een heel gelukkig gezin. Ze waren heel erg blij met elkaar. Zijn leven kende een groot huwelijksgeluk. Er is van Elsje naar moeder een klein dialoogje overgeleverd. Elsje tegen moeder: vader is geen man. Zeker wel, schat, hoezo? Vader is geen man, vader is een meneer. Wie is er dan een man? Dat is de man in de straat met een kar en de wasbaas. Einde citaat. Nou, daar ziet u, Elsje moest nog 3 jaar worden, hoe scherp zo'n klein kind de verhoudingen in huis en daarbuiten kan waarnemen. En u begrijpt dat mevrouw Schorer, Huizinga Schorer, niet zelf de was deed. Die werd gedaan. En na dit eerste kindje kwamen er nog 4. Met als gevolg na 1 kindermeisje ook nog 2 kindermeisjes. Want ja, dat kun je allemaal niet zelf. Dit naast het gewone personeel. En aan het gelukkige familieleven kwam een einde. Doordat zij na nog geen 12,5 jaar huwelijk overleed aan een hersentumor. En daarmee lag Huizinga's levensgeluk in duig. Toen in 1919 zijn herfsttijd de middeleeuwen verscheen, kwam er dan ook op een blanco pagina dit wat ik maar noem een RAL-vignet. Ter innige gedachtenis van mijn vrouw en dan haar initialen Mary Vincentia Huizinga Schorer. Maar ik moest de kelk van het verdriet tot de bodem toe leeg drinken. Hun oudste zoontje Dirk, 2e kind, overleed in 1920 op 15-jarige leeftijd. Hij had een nierenziekte die vandaag de dag gewoon hersteld zou kunnen worden. Hij had daarvan kunnen genezen. En ook tussen hem en zijn moeder is een gesprekje vastgelegd. Moeder, wat heb je toch gespeeld? Spoortrein met vader. Oh, sorry. Die vader kan maar heerlijk met jullie spelen. Ja, die kan veel beter dan jij. Ja, zei ze vriendelijk, dat geloof ik ook. En daarmee heeft ze dus de spelende mens, de homo ludens, in een heel menselijk detail. De man die later in 1938 zijn homo ludens publiceerde, kon dus heel goed, veel beter dan zijn echtgenoten, met de kindertjes spelen. Thor noemt Huizinga regelmatig een stoïcijn. En dat was hij ook wel, want ja, een mens hoorde zichzelf te beheersen. Dus uiterlijk viel er aan hem niets te zien. We weten het van schoolkindertjes, klasgenootjes van Dirk, die waren bij diens begrafenis. Er woont het gezin inmiddels in Leiden. Daar is hij begraven in Oostgeest bij het kleine kerkje. Dat Huizinga er onaangedaan bij stond. Hij kon hard zijn, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de kinderen. Oh, hier ziet u nog hoe Huizinga zijn zoontje Dirk getekend heeft, liggende op diens ziekbed, wat zijn sterfbed zou worden. Dit wordt nog altijd in de familie gekoesterd.
Hij kon streng zijn voor de kinderen door stilte te verlangen als hij in de studeerkamer aan het werken was. Dit bordje hing dan op de overloop of beneden in de hal. Stilte. En het werd dan weggehaald door vader als vader klaar was met zijn werk. En wat betreft die strengheid, het ergste wat ik hoorde was dat hij tot, weet ik van zijn jongste dochter, dat hij had gezegd op de jaardag van het overlijden van zijn vrouw, hun moeder: "Het is vandaag de sterfdag van jullie moeder, ik wens geen woord te horen." En lag er dus een hele dag een beklemmende stilte over het leven van de kindertjes. Als Huizinga het boek Herfst in de Middeleeuwen, dat hij in die vreugdevolle omstandigheden begon en publiceerde in die droeve omstandigheden door haar gemis, dan schrijft hij in zijn woord vooraf: "Het kan licht gebeuren dat men de opmerkzaamheid steeds gericht op neergang, uitleven en verwelken, te veel van de schaduw des doods over het werk laat varen." En nou is het natuurlijk heel moeilijk voor een onderzoeker, een biograaf, om vast te stellen: wat is nou die neergang, die verwelking, die dood, op basis van gedichten, van kronieken en van kunstwerken? En wat is de invloed van de eigen tijd, dat wil zeggen die neergang op tal van vlakken en vernieuwing, en het persoonlijke leed? En wat dat nou, wat de balans tussen beide is, dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Daar helpt geen regels van geschiedenis. Nou heeft Thor ook onderstreept dat, hoe verdrietig de situatie dan ook was, Huizinga natuurlijk wel wist wat kinderen toekwam. Dat kinderen pret moeten maken, dat je plezier moet hebben, dat het fijn moet zijn met elkaar. Nou, daar was hij zelf ook enig in. Want hier hebben we het totale tegendeel. Dit is een primeur voor u, dames en heren, ook voor de mensen thuis. Dit zijn de indianenpakjes van zijn twee jongste zoontjes, Leonard en Jacob. En de familietraditie wil, en ik geloof dat direct, dat Huizinga zelf, het was in een Leidse periode, naar het Rijksmuseum voor Volkenkunde te gaan, om daar zelf zich op de hoogte te stellen van hoe verantwoord zo'n indianenpakje eruit moest zien. En vandaar die toch eenvoudige symbolen van een bison, van een vogel of een adelaar en wat totemfiguren en andere vogels. En toen konden de kindertjes ze dus in huis en op zolder, van de zolder tot de kelder in de tuin en wie weet waar op de Witte Singel, de omgeving in rep en roer brengen. En waar Huizinga ook heel goed in was, dat was het vermaken van zijn kinderen met het maken van tekeningen. Dit is de eerste prent voor Elsje. Elsje was van 1903, dit is uit 1904. Ik weet niet of ze het hondje erbij kreeg, dat moet ik nog uitzoeken. Zoals ik ook nog naar het Museum van Volkenkunde moet gaan, om te kijken of het allemaal klopt. Huizinga und kein Ende. En die tekeningen, nou, er moeten er duizenden zijn gemaakt, maar ze zijn bij honderden overgeleverd. Hij kon hele striptekeningen ook maken, die de kindertjes dan mochten inkleuren en daardoor bedierven. Maar ademloos hebben zij dat tekenen gevoeld, hebben ze dat gevolgd. Ik geef één voorbeeld uit zijn studententijd. Dit is een zogeheten promotieplaat. Ik weet dat het niet helemaal scherp voor u in de zaal en thuis door kan komen. Deze prent is afgelopen zomer ontdekt, herontdekt. Hij stond alleen geregistreerd op naam van de promotus. Hij is de jonge dokter, staat hier in een bootje. Het is Anne Esse de Blecour. De promotie was in Groningen en Huizinga heeft voor 4 medestudenten een promotieprent getekend. Die kreeg je dan na je promotie uitgereikt. Ook alle mensen die aan het diner zaten, tekenden dat. En het was een soort terugblik op je nog jonge leven, want je was meestal midden 20, nog niet zo de jongsterblichheid gedaan. Misschien schuilt er ook nog een lied in, dames. En hij wordt hier ontvangen in een soort binnenhofachtige omgeving. En rechtsgeleerden uit vroeger eeuwen wachten de jonge jurist op
in de verwachting dat hij de belangen van Groningen goed zal behartigen in Den Haag. Verder ga ik niet met het uitleggen van alle details, want driekwart weet ik zelf nog niet. Maar door mijn ontdekking afgelopen zomer in het Gronings Universiteitsmuseum, ik wist namelijk uit de briefwisseling dat Huizinga er één voor de Blecour had gemaakt. En ze waren daar op de naam van de te huldigen persoon gecatalogiseerd, maar niemand wist dat die van Huizinga was. Maar helemaal links een paaltje, op het paaltje staat H.H. Want Johan heette voor de familie gewoon Han. Dus Han Huizinga. Nou, ik heb vandaag gevraagd of in het universiteitsmuseum de prent permanent online gezet kan worden. Dat gaat gebeuren. Goed gedaan, Groningen. En dan hoop ik dat mensen in stad en land mij helpen om achter alle details te komen achter deze prent. En dat moet gaan lukken. Ten slotte heeft Thor mij nog gevraagd om ook in te gaan op de betekenis van Huizinga. Waar was hij goed in? Hoe karakteriseren wij hem? Allereerst zijn talenkennis. Hij begon als filoloog. Is gepromoveerd op een onderwerp uit het Sanskriet. En beheerste daarna vele talen. En dat is al heerlijk om te horen in onze monocultuur van het Engels. Hij beheerste heel veel gebieden van wetenschap. Hij kon uiteenlopende zaken heel goed met elkaar verbinden. Voorbeelden geef ik nu niet vanwege de tijd. Hij had een enorme weet- en werklust. Dat lijkt heel vanzelfsprekend, maar ik ken mensen die hebben geen enkele weetlust. Laat staan er iets voor te doen. En hij had een bijzondere efficiëntie in zijn aanpak. Een van mijn favoriete zinnetjes uit zijn correspondentie is een briefje aan Jan Romeijn. Ik zorg ervoor mijn kalm tempo van rustig doorwerken niet te verliezen. Einde citaat. Nou, wat voor hem een kalm tempo van rustig doorwerken was, daar zouden u en ik het woord pezen of stressen voor gebruiken. Maar hij bleef de kalmte zelf ook er op het juiste moment te pauzeren. Er ging een gong beneden als de koffie klaar was. En hij ging zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg als er beslissingen genomen moesten worden. Eén voorbeeld is dat hij een nazi die antisemitische brochure had geschreven liet vertrekken van de Leidse universiteit. Hij duldde de man niet in het midden. Die hele voorstelling, en Thor onderstreept het ook in zijn boek, dat Huizinga terugdeinsde voor actie. Dat hangt er maar vanaf welke actie je bedoelt. Maar het is eigenlijk een beeld wat pas na de oorlog door Jan Romeijn en Pieter Geil over Huizinga is gecreëerd. Want beide, onafhankelijk van elkaar, vonden ze zichzelf de opvolger van Huizinga. Maar wat zijn nou de unieke eigenschappen van hem? Bij mijn allereerste voordracht over Huizinga, toen was Thor denk ik nog niet eens geboren, toen noemde ik hem voorbeeld zonder school. Want het is niet gemakkelijk om Huizinga na te volgen en misschien maak je jezelf ook belachelijk als je dat probeert te doen. Toen ik zijn verzamelde werken las aan het einde van mijn tweede studiejaar, van cover to cover, ademloos, toen dacht ik, waarom staat dit mij zo in zijn ban? Waarom? En toen realiseerde ik me op een gegeven ogenblik, hij voelde zich bij alles betrokken. Of het nou ook de eenvoudigste boekbespreking was, of het overlijden van een historicus hier of daar, of een monografie, hij voelde zich betrokken. Hij kende ook een absolute waarheidsbehoefte. Dat is essentieel voor historici, cultuurhistorici, journalisten. En u weet, de leugen regeert. Dat is een des te grotere vermaning voor ons historici om absoluut waarheidsgetrouw te zijn. Hij had een hele suggestieve persoonlijke stijl. Om een heel eenvoudig voorbeeldje te noemen. Toen hij een necrologie moest schrijven van de hoogleraar in Utrecht, die een specialist was al op jonge leeftijd voor maritieme en economische geschiedenis, dan schrijft Huizinga niet, Kernkamp was al op jonge leeftijd geïnteresseerd in maritieme en economische geschiedenis. Nee, het begint.
Er hing al vroeg een geur van teer en touw rond de figuur van Kernkamp. Begrijpt u? U staat naast de ruiter op de zeven provincie na zo'n zinnetje. Zo even is genoemd de nieuwe Engelse vertaling van Huizinga's Herfsttij, Autumntide of the Middle Ages. Een absolute aanrader, want de eerdere vertalingen waren niet vanuit het Nederlands gemaakt of niet van de hele tekst. En er was een Amerikaanse criticus en schrijver, Benjamin Ivory, ik had nog nooit van hem gehoord. Maar die schreef, naar aanleiding van Autumntide of the Middle Ages: A good nature permeates Autumntide. Herfsttij is doortrokken van een goede natuur. En ik wreef mijn ogen uit en ik dacht, staat dat er nu echt? Ja, dat staat er echt. Nou, dat zou ik van mijn professor vroeger hier in Amsterdam nooit hebben mogen zeggen. Hè? Dat is strengstens verboden. Het is geen argument. En hij koppelde eraan vast, a certain affability, that is the basis of his attraction for reading in his time and up to the present. Die beminnelijkheid die kenmerkt zijn werk van begin tot einde. Zo zou ik het nooit hebben durven zeggen, maar nu ga ik ze bij elke bijeenkomst citeren. En in laatste instantie blijft die essentie natuurlijk niet te definiëren, ongrijpbaar, zoals u ook een componiste niet kunt definiëren, of een schilder, of een dichter. Ten slotte dit. Huizinga's bibliotheek is ook verloren gegaan. Dat wil zeggen, losse boeken zijn geërfd door kinderen, kleinkinderen en inmiddels achterkleinkinderen, maar het overgrote deel is via een antiquariaat in Leiden verkocht. Overal waar ik kom, maak ik reclame voor ons streven, dat wil zeggen van de UB Leiden, dat we zijn boeken proberen terug te vinden. En we hebben er inmiddels 90. Dit boekje kwam na een eerdere lezing, had ik de mensen ook opgeroepen, kijk eens in de kast thuis. En inderdaad, toen kwam een meneer naar mij toe. Hij zei, ja, ik heb een boekje van Huizinga. Linksboven heeft Huizinga zelf met pen geschreven, J. Huizinga. Het is echt heel goed leesbaar als u een boekje zelf in uw handen heeft. Op deze afstand natuurlijk niet. Maar het kan niet missen. En het was zo aardig dat hij zei, ja, ik weet niet of dit onze Huizinga is. Hij had ook kunnen zeggen, ik weet niet of het uw Huizinga is. Hè, want Huizinga is van ons allemaal. En het bijzondere van dit boek, het is in het Sanskriet. Hij is, zoals ik net zei, gepromoveerd op een Sanskriet onderwerp. En op allerlei bladzijden heeft hij woordjes bijgeschreven. Helemaal ook zijn vocabulaire. En andere bladzijden juist weer niet. Nou, het is niet aan mij om dat uit te zoeken, want ik lees helaas geen Sanskriet. Maar je moet ergens je beperkingen kennen, dus daar ben ik niet meer aan begonnen. Maar gelukkig is er een hoogleraar Sanskriet die dat wel kan en die zich hier nu over buigt. Mocht u dus een boek tegenkomen, hier op de onvolprezen spuimarkt op vrijdag, of bij een antiquariaat, of in een veilingcatalogus, koop het en schenk het aan de UB Leiden. En mocht dat u niet schikken, dan schiet ik het even voor, dan meldt u zich en dan kopen we het voor onze collectie. En dan wens ik allemaal heel veel plezier straks met het pittige, maar reuze interessante boek van Thor. Ik dank u wel. Heel hartelijk dank, Anton van der Leem. Dat was bijzonder interessant. En ik denk dat we allemaal heel veel nieuws er hebben geleerd over wie Johan Huizinga was. Ik althans erg veel. We komen al een beetje aan het einde van dit programma. Straks zal Thor afsluiten. En bent u alle uitgenodigd om nog na te praten bij een drankje. Maar nu eerst het laatste lied van vanavond. Dus Lieke en Toko, kom graag weer op het podium. Dit lied is van een Amerikaanse componist en pianist. Zij heet Amy Beach. En het lied heet I Love But Today. En komt uit de Three Browning Songs.
daar ben ik weer. We zijn nu bij het laatste onderdeel van de avond aangekomen. En u bent al een uur stil aan het zitten. En ik beloof het nu niet heel lang te maken. Maar ik wou toch ergens op voortborduren wat nu al een beetje ter sprake is gekomen. Want ik begon de avond met een verhaal over die wereld waar Huizinga in rondwandelt. En toen vertelde Anton iets over de persoon Huizinga. Maar ik wil het een beetje hebben over de relatie tussen die twee. Want ik had al genoemd dat je op allerlei manieren, dat je op allerlei manieren de wereld en die enorme veranderingen en ervaringen van verlies in Huizinga's tijd door hoort klinken in zijn werken. En ik wou daar toch een voorbeeld van geven. Van oké, hoe hoor je dan dat kanongebulder in Vlaanderen in de geschiedenis die hij schreef? Moet blijven bij een heel klein voorbeeld. En voor meer voorbeelden daarvoor, dat is het saaie antwoord, zou je dan het boek moeten lezen. Maar het kleine voorbeeld is dit. En daarmee wil ik graag afronden. En dat heeft te maken met de betekenis van dat woord geschiedenis, waar ik het al eventjes over had helemaal aan het begin. Want onder historici in de lange 19e eeuw, laten we zeggen onder de historici, de 3-4 generatie historici voor Huizinga, was het de bedoeling van geschiedschrijving, en ik chargeer enorm, maar dat gun ik mezelf momenteel maar even, was de bedoeling van de geschiedenis om de wetten bloot te leggen waar langs samenlevingen zich ontwikkelen. En in die zin waren historici van de 19e eeuw een soort van toekomstkundigen. Die historici keken dan wel naar het verleden, maar met de bedoeling was in die 19e eeuw, dat je als historicus met allerlei technieken die wetten blootlegt waarlangs samenlevingen en staten zich ontwikkelen. Geschiedenis als toekomstkunde. Nou, dat idee van geschiedenis, geschiedenis als een wetmatigheid, als iets dat zich laat voorspellen, dat idee eindigt met de generatie van Huizinga. Radicaal. Het idee dat morgen zich laat voorspellen, het idee dat wat wij hier doen zich kan houden aan wetten die zelfs voor ons inzichtelijk zouden zijn, dat wij dit hele trucje kunnen reduceren tot een wet of een algemeenheid, dat geloof verdampt onder Huizinga en onder zijn medehistorici. En later zou dat nog een veel wijdverbreider geloof zijn geweest. Maar in Huizinga's werken, en dat is hoe we die Eerste Wereldoorlog en al die veranderingen zien, zien we een tanend geloof in de voorspelbaarheid van deze wereld. Want niemand had die oorlog verwacht. En niemand had gedacht dat al die veranderingen van zijn tijdsgevricht zouden leiden tot datgene waartoe zij leiden. En geschiedenis was daarmee niet meer die wetmatigheid. Maar de vraag reist dan wel direct. Waarom zou je dan in hemelsnaam bezighouden met het verleden? Als het verleden je niet helpt om je voor te bereiden op morgen, of als het verleden je niet helpt om deze boel een beetje te voorspellen, waarom zou je dan in hemelsnaam wijden aan de studie van het verleden? Dat klinkt als een soort van hele basale oppervlakkige vraag, maar dat is een hele fundamentele vraag. Waarom zou je dan daarmee bezighouden als de geschiedenis niet zich laat lenen voor wetmatige benaderingen? En Huizinga dacht dus dat de geschiedenis niet daarvoor leende. Nou, hier ga ik mijn belofte inlossen, want hier zien we Huizinga's antwoord en hoe die oorlog en die ervaringen van verlies doorklinken in zijn historisch besef. Het doel van geschiedenis, nou, kan op een aantal manieren benaderd worden, maar misschien wel de kern ervan voor Huizinga. En ik ben een beetje voorzichtig, want Anton is een hele kritische man. Vanavond niet. Maar de kern van de geschiedenis voor Huizinga is niet het blootleggen van wetten en het voorspellen van morgen. Maar de kern voor de geschiedenis, en dit is wat hij zegt in dat college dat ik helemaal aan het begin noemde, toen hij zei, oh, wat nu? In dat college eindigt hij met de volgende zin, en daarmee wil ik ook eindigen. De kern van de geschiedenis is de wereld leren bestuderen, zodat je een liefde voelt voor de mensen en de dingen. Bedankt voor vanavond. En ik wil heel graag aan jullie vragen om inderdaad een hartelijk applaus te geven aan Toko en Lieke en Anton. En ik ben jullie heel dankbaar. Bedankt.